Het is de grote vakantie en de meeste kinderen zijn nu thuis. Eveneens heeft de grote droge tijd zich aangediend. Voor een veilige vakantie geeft Alten Pinas, voorlichter bij het Corpus Brandweer Suriname, aan hoe kinderen zich het beste kunnen bezighouden in deze vakantie. Het is vakantie. Vele van jullie zijn over. Het is belangrijk om niet met de aansteker te spelen alvast. Speel niet met vuur. Waarom? Vuur is gevaarlijk, zoals ik het eerder zei, kan het je leven kosten, je huis kan branden. Ook het leven van een ander kan eraan gaan. Let erop dat je broertje of zusje geen luciferstokjes of andere voorwerpen in het stopcontact stopt. Als het brand mag uitbreken, is het belangrijk dat je gelijk naar buiten rent. Dat is het eerste dat je doet. Daarna bel je meteen de brandweer op het alarmnummer 110. En als de brandweer aankomt, dan zeg je de brandweer wat er allemaal is gebeurd. Hoe het komt dat de brand is ontstaan. En ouders, let goed op uw kinderen. Laat kinderen niet op kinderen letten. Zorg ervoor dat als je er niet bent, de kinderen onder toezicht van ouderen zijn. Aanstekers, lucifer, hoeft u niet ver buiten bereik van hen te laten. Neemt u ze mee. Het is vakantie. En vliegeren is traditie in de vakantie. Het is een leuke activiteit, het moet leuk zijn, maar het moet veilig blijven. Het is belangrijk om je vlieger op een open terrein op te zetten. Niet in de buurt van elektrische bedradingen. Het is zeer gevaarlijk. Het kan voor elektrische storing zorgen bij woningen en het is bij wet verboden. Behalve dat de vlieger voor stroomonderbreking kan zorgen is het ook niet netjes. Het maakt een heel slordige indruk met de vliegers aan de elektrische bedrading. Bij het vliegen is het belangrijk dat ouders toezicht houden op de kinderen. Het kan vaak gebeuren dat kinderen achter hun vliegers aanholen, de straat overrennen met alle gevolgen van die. Brand kan er ieder voorkomen, maar brand is te voorkomen. Genezen is beter dan blussen.